in dorpshuis Het Trefpunt in Deest voor donderdagavond 16 januari een informatieavond gehouden. Het bedrijf GroenLeven zal dan de plannen bekendmaken voor een drijvend zonnepark op de lokale zandwindplas de Uivermeertjes. GroenLeven wil ook graag suggesties van bewoners ontvangen, zodat zij die kunnen verwerken in de vergunningsaanvraag. De informatieavond start om 5 uur en zal tot ongeveer 8 uur duren.